Ha, dag Rietje, vrienden. Hoe is je daar? Hier is je goed. Het is een beetje klam, hè? Een beetje zweterig. Een beetje veel vliegen in huis. Beetje dat je denkt, kom si, kom sa. Beetje van dit en een beetje van dat. Niet echt zomer, maar ook niet echt koud. Het is een beetje, ja, een beetje nat. Beetje klam. Papa doet het ertoe. Het gaat namelijk om één ding. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Kauwgum. De kauwgumtest is een hele belangrijke test. Waarom? Omdat je namelijk hele vieze kauwgum hebt. Een hele lekkere kauwgum. En je hebt hele goedkope kauwgum. En een hele dure kauwgum. Het betekent namelijk helemaal niet, ook in kauwgumland, dat duur lekker is en goedkoop vies. Ik zou je sterker vertellen, god, waarvan is dat? Mentos. Weet je wel Mentos, die snoepjes van vroeger? Die maken tegenwoordig ook kauwgompies. En dan hebben ze dan, die zijn hartstikke duur overigens, dus zo'n hele pot, dat was ook 6 euro. En dan eet je het op en dan zit er een kwakkie in. Mwah. Dus dan heb je kauwgompie en een bijtje in. En dan denk je, nou oké. Okay. En dan pak een bijtje een of ander celletje open. En dan stroomt er een soort goedje in je mond. Dat weet ik niet hoor, maar als ik dat nou heel erg lekker had gevonden, dan had ik andere keuzes gemaakt in mijn leven. Hè? We hebben hier de Intense Mint suikervrije kauwgom van de Albert Heijn. Kost geen ene reet. Dit kost geloof ik, pak een beetje tandengreet, 70 cent of 80 cent. Ik krijg er 3 pakjes voor. Dan de steamerol met de bekende steamerol smaak. Dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk dezelfde smaak. Suikervrij en ijskoud in je mondje. En dat helpt tegen de odeur de dode vogels. Ja? Zijn er dode vogels in het Frans? Nee, maakt uit. In ieder geval, de steamerol, dat is zeg maar het middensegment. En de dure is de Sportlife. En de Sportlife is niet te geloven, ook suikervrij en Intense Mint. Zijn alle drie hetzelfde, maar van een ander merk. Nou ja. Overigens wil ik graag naar de jonge kijkers een shout-out doen over kauwgom kauwen. Kijk, je hebt kauwgom kauwen en kauwgom kauwen. Je kan een kauwtje in je mond doen. Ja, en je kan ook een... Het laatste is onsmakelijk en ziet er ook verschrikkelijk uit en is ook heel ordinair en zo krijg je nooit een relatie. Of je krijgt een relatie met iemand die ook zo zijn kauwgom kauwt en dan krijg je later een heel lelijk dom kind. Dus doe dat niet. Ja? Mooi! Even de pakjes openen. Albert Heintje. Nou, appartij. Zitten er, god, hoeveel zitten er hierin? 12 in een pakje. Het ziet er een beetje uit als... paracetamolletjes. En die gebruikt Omian nog wel eens vaak. Dus dit voelt als ze thuiskomen. Steamerol. Ah. Ja, dat zijn de bekende kleine steamerol pakjes. Ik moet eerlijk zeggen, dit zit echt veel lekkerder in je zak dan dit. Als je het mij vraagt. En de Sportlife pakjes, die zijn eigenlijk net zoals een kartonnetje en zo'n dingetje als in de Albert Heijn. En hier zitten er dan... Ook 12 in. Hartstikke leuk. Deze zijn overigens groen. Deze zijn overigens wit. En hier zie je niet wat erin zit. Wat een mooi gedichtje zo. Leuk. Even de overige papiertje weg. Dan gaan we eventjes naar de basis. Albert Heijn. Sportlife. Steamerol. Wat zit hierin? Zoetstoffen. Gom. Glansmiddel, nou, allemaal E-nummers, allemaal troep. Hier, wat zit hierin? In die van Sportlife, dat is dus de goedkope. De Sportlife zoetstoffen. Ja, er zitten ook gewoon allemaal dezelfde, ja, er zitten gewoon dezelfde troep in. Nou, dat zal hier ook wel in zitten, maar dit zijn zulke kleine lettertjes. Dat kan Omian niet meer lezen. Ja, die tijd heb ik gehad, jongens. Het lijkt me een keer leuk om dan van duur naar goedkoop te gaan met als tussenfase de steamerol. Nou, de Sportlife. Groen. Goed, krokant maken. Van binnen is hij stug. Goeie smaak. Het is gelijk echt serieus heel fris. Het is echt een beetje zo fris dat je denkt, wat is hier fris? Hij koud lekker. Want als ik ergens een hekel aan heb, is het kauwgom kauwen die zo snel slap wordt. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, waar kauw ik nou eigenlijk op? Het is kauwen. Dan is het ook lekker dat die gom een beetje hard is. Dat je wat iets hebt om te kauwen. Snap je?
Komt nog steeds smaak af. Ah, het begint nu al wat slapper te worden, maar dat is niet zo gek. Want en door dat gekauw, ja, dan wordt het wat weker. Ja, hey. Nou, ik vind het een goed kauwgompie. Nog een tip, als je kauwgom op is, of er zit geen smaak meer in, of je wil, ik wil iets eten, of een potje tongen, spuug je kauwgom niet uit op straat. Gaan mensen instaan, vinden ze niet leuk. Of een vogeltje, die denkt dat het een stukje brood is, die pakt het dan, zit zijn snaveltje vastgeplakt. Nou, wat denk je wat er dan gebeurt? Overigens, stinkt die vogel niet uit zijn snaveltje. Nou, prima. Steamrol. Godsamme kraken. Ah, die is ook, ja, het is eigenlijk blauw-groen, wat ik het turquoise. Steamrol, pepermint, heel erg fris, suikervrij. Nou, deze is nog gelijk wat slapper. Ik heb 4 keer gekauwd. En dan wordt het slap. De smaak is minder intens dan die van de Sportlife. Ik moet eerlijk zeggen dat de basis Steamrol in het rode pakje, die heeft zijn eigen smaak. Die onderscheidt zich van andere kauwgoms. Dit is gewoon een fout kauwgompie. Niet heel veel smaak. En hij is nou helemaal zacht. God, ik daar niet was. Hè. Het is nu net of ik op een bonkie vers deeg zit te kauwen. Geen weerstand. Verschrikkelijk. Smaak wordt ook al minder. En als ze slap is, ik weet niet wat. Tijd voor kauwgom nummer 3. Spotgoedkoop. 3 pakjes voor 70 cent van de Appie de Gappie. Zo goedkoop dat ze het geen kleurtje meer konden geven. Daarom is hij wit. De korst, zeg maar, het buitenkantje, is harder dan die andere twee. De smaak is totaal anders. Wel intens, echt fris, maar meer tandpasta. Waar deze echt zo'n smaak had van lekker koud, lekker gezellig, denk je hier van. Al heel erg tandpasta. Hij blijft wel hard. Ik vind de smaak niet helemaal lekker, maar hij blijft fris, hij blijft prikkelen op je tong. En de kauwgom blijft hard, in plaats van de zachte meuk van de Steamrol. Niks mis met mijn kauwgompie. Dit zijn van die kauwgompies die je in je auto legt, hè? Dat je ergens aankomt dat je denkt. Een minuutje helemaal schompers kauwen, zulke kaakspieren. En dan een prullenbakje, niet naar buiten spugen. En dan naar buiten komen. Hallo, hoe is het? Ja, ik ruik altijd lekker uit een straatje. Ja, standaard. Oh ja, toevallig zeg, lekker fris. Heerlijk. We hebben getest. Het is tijd voor de cijfertjes. En deze kauwgom review wordt een pittige. Want de Steamrol, wat ik een prima merk vind, heeft een kauwgompje wat binnen no time, ik zeg 15 seconden, zo slap is als de billen van Tante Leentje. En ik zal je vertellen, daar wil je ook niet heel lang op kauwen. Ik zal je vertellen, de Steamrol valt mij bijzonder tegen. Ik kan hem niet eens een voldoende geven. Smaak is namelijk ook een beetje flauwig. De Steamrol die krijgt van mij een 4. Op nummer 2 is de huismerkkauwgom van Albert Heijn. Kost echt helemaal geen moer. Dan krijg je 3 pakjes, helemaal bunkervol, met frisheid. Smaak, beetje tandpasta, niet super lekker. Maar hij houdt zijn bite en hij houdt zijn smaak vast. Het is prima. Het is gewoon een 6. Meer is het ook niet, maar het is ook geen onvoldoende. De winnaar is Sportlife. Sportlife is een goed kauwgompje. Het is wel het duurste natuurlijk. Het houdt zijn frisheid, houdt zijn smaak, houdt zijn bite. Deze kauwgom is prima te doen. Dus ik zou zeggen Sportlife voor als je het beste kauwgompje wil. De Albert Heijn als je goedkoopste kauwgompje wil. En als je gewoon niet van kauwgom houdt, koop je dit pakje en pleur je dat gelijk in de prullenbak. Enfin, de Sportlife die krijgt van mij een mooie 7. Mooi! Nou, ik heb helemaal lekker een fris toetje. Ik kan erop uit vandaag. En ik dank jullie wel voor het kijken en tot snel. Ja, nou, dag!